Het Weekjournaal is weer begonnen en naast mij zit Roeland ten Berge. En daar maken we een beetje een gewoonte van, Roeland, of je het leuk vindt of niet. Maar je blijft, ondanks het feit dat we 4 nederlagen achter elkaar hebben, opvallend positief. Ja, je moet goed blijven, blijven kijken, analyseren hoe, hoe alles verloopt. En, kijk, ik denk dat wij gewoon tegen Lisse, dat was de eerste nederlaag, dat wij daar gewoon te weinig hebben gekregen. Dat is een ding wat zeker is. Dat is vervelend en daar, daar heb je dan ook wel goed, een goede schik van. Maar goed, ik moet wel eerlijk zeggen dat de laatste 3 wedstrijden, ondanks dat we zelf ook wel veel fouten hebben gemaakt, dat dat ook gewoon hele goede tegenstanders waren. En ja, dat we gewoon terecht hebben verloren. En ik vond dat we zaterdag al, dat er wel enig herstel was, dat we het goed gedaan hebben in de eerste fase. Ja goed, we weten allemaal hoe het gegaan is, maar in 3 wedstrijden 14 doelpunten tegen, dat tikt wel aan. Ja, nou ja, het is dat jij het nu zegt, kijk, zo ben ik er al niet eens mee bezig. Dus we zijn meer bezig met hoe kunnen we het weer beter doen, dus wat zijn de oplossingen. Wat geweest is, is geweest en daar moet je van leren. En dat hebben we denk ik afgelopen zaterdag hebben we het alweer een stuk beter gedaan. En dan ga je met name kijken van ja, wat doet een tegenstander, dus hoe speelt een tegenstander en wat zet je daar tegenover. En ja, daar moet je wel van leren. Okay, ik heb afgelopen zaterdag hele goede fases gezien waar het, de hoop, het vuur in mijn hart weer begon te branden. En dan verdorie 3 minuten voor rust, dat is wel een heel lullig moment. Ja, kijk, ik denk dat je vooral even dat we vergeten van je wilt er een wedstrijd van maken in de topklas. Hè? Dus als je zeg maar ook een neutrale toeschouwer bent, dan wil je naar een wedstrijd kijken wat aan beide kanten gewoon spannend blijft. En nu hebben we dus gewoon 2 wedstrijden gehad, wat eigenlijk gewoon na 10 minuten geen wedstrijd meer was. En dat is dan voor niemand is dat leuk. Voor spelers niet, maar voor het publiek niet, voor het technische staf niet. Voor niemand is dat leuk. En daardoor zag je al dus dat we zaterdag gewoon lang in de wedstrijd bleven. Tot vlak voor rust. Maar dat maakt het dan in ieder geval al. Dat geeft dan alweer wat vertrouwen. En ook vlak voor rust hebben we ook een hele goede fase gehad. Wat onze verdienste was dat we die eerste fase goed doorkwamen. Waardoor we dus uiteindelijk weer goed aan het voetballen kwamen. Ja, en dan is het wel heel, heel zuur dat je zeg maar, op dat moment dan een goal tegenkrijgt. Precies, op het moment dat je dacht, nou, nu komen we echt definitief terug, komen we gewoon langs zij. Een beetje dat Spakenburg gevoel begon ik een beetje te krijgen. En dan balverlies op het middenveld. Ik was even als radioverslaggever redelijk chagrijnig op die speler die dat betrof. Ik noem zijn naam hier niet. Nou, kijk, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar kijk, dat is gewoon denk ik ook een grote verschil. Ik denk dat jullie vorig jaar met DVS, maar ik heb het ook met mijn clubje meegemaakt, dat best eens een keer kon gebeuren. En dan was er nog niet zoveel aan de hand. En nu ja, moet je gewoon heel nauwkeurig zijn. En dat, anders wordt het eigenlijk bijna gewoon direct afgestraft. En dat zegt wat over het niveau en dat zegt ook wat over ons. Dus dat wij gewoon nog nauwkeuriger moeten blijven en dat kunnen volhouden voor 90 minuten. Om in de wedstrijd te blijven zitten, te groeien, maar ook om dan resultaat te halen. Alle kopjes weer richting RVVA. Daar moet het gewoon weer gebeuren. Hè? Want ja, ik heb vorige keer er al over gehad. Het proces en het resultaat, dat moet niet gaan wringen met elkaar. Nee, maar dat is ook... Dat staat gelijk aan elkaar. Hè? Dus kijk, een proces, dat is een mooi woord. Maar kijk, je moet het gewoon zo heel simpel zien. We zijn gepromoveerd. We spelen op een hoog niveau. En dat betekent ook dat veel spelers moeten wennen aan dit niveau. En dan bedoel ik met name van allerlei zaken. Dus als tactisch, fysiek misschien wel. Dat is ook een proces. Hè? Dus door middel van gewoon veel wedstrijden te spelen, duidelijk aan te geven met elkaar van zo gaan we doen. Hè? Dit zijn onze sterktes. En dan ga je ergens naartoe groeien. En dat moet natuurlijk wel punten op gaan leveren. Ik ben er heel benieuwd naar. Komende zaterdag heel veel succes zo meteen met de training. Conditieslag? Ja, wederom. Ja. Ga je zelf ook meedoen? Ik moet sturing geven. Hè? Sturingen, oké. Goed. Succes zaterdag. Een van de eerste keren voor DVS-TV. Dus heel veel supporters van DVS-33 die kennen jou helemaal niet. Martijn, kun je jezelf omschrijven? Zeker. Ik woon in Nijkerk. Ik ben begonnen met voetballen in Nijkerk. Daar heb ik tot mijn 30e gespeeld, zowel in het eerste als in het tweede. Daarna ben ik in het trainingsvak gerold door een blessure, doordat ik niet meer kon voetballen. Dat heb ik een aantal jaar gedaan.
Daarna ben ik bij Spakenburg C1 heb ik een jaartje getraind. Daarna heb ik 2 jaar de tweede elftal van CVV in Amersfoort getraind. En nu voor het 3e jaar bij DVS. Ja, en niet zonder succes, hè? Want nou, het eerste jaar ergens in de middenmoot, denk ik. Klopt, ja. Toen zijn we in de middenmoot geëindigd. Nou ja, afgelopen seizoen zijn we net geen kampioen geworden door een hele mooie eindsprint. En ja, op dit moment staan we er ook weer goed voor. En je hebt te maken met behoorlijk wat kwaliteit, want ja, de selectie van DVS is breed sowieso. En daarbij heb je natuurlijk ook mensen van de B-selectie, maar soms aangevuld met die mensen van de A-selectie. Dat is wel prettig werken met dat soort jongens, of niet? Ja, zeker. Wij krijgen voornamelijk de jonge talenten terug van de A-selectie. En nou, dat is heel prettig werken. Dat was vorig seizoen ook al en dat is eigenlijk dit seizoen weer. Het is mooi om te zien dat die jongens ja, van meerwaarde kunnen zijn voor tweede. Maar dat betekent ook dat je vaak in een andere samenstelling moet spelen. Dat is natuurlijk typisch voor een tweede elftal. Daar zal elke club mee te maken hebben. Ja, dat is iets waar je als trainer op in moet stellen. En nou ja, doordat ik dat een aantal jaren doe, ben ik dat gewend. Dat is soms wel eens lastig. Alleen ja, dat is de consequentie van in de tweede elftal spelen. En dat is ook bekend bij de spelers. En nou, daar moet je duidelijke afspraken over maken. Ja, en die maken jullie. Jazeker. Je maakt ook afspraken met Roeland ten Berge over manieren van spelen? Ja, daar hebben wij door de week overleg over. Ik weet wie ik terug ga krijgen. We bespreken op welke positie zij gaan spelen. En dat, daar hebben we gewoon heldere afspraken over. Afgelopen zaterdag mooie prestatie. 0-2 achterstand en gewoon hupsa, de winst mee naar Ermelo. Ja, we kwamen na 10 minuten, stonden al 2-0 achter door 2 dode spelmomenten. En nou goed, dat zag de verdediger niet goed uit. Alleen voetballend waren we de hele wedstrijd de bovenliggende partij. En het was eigenlijk wachten tot wij de goals zouden gaan maken. En die viel uiteindelijk pas in de tweede helft. Maar uiteindelijk wonnen we verdiend en kregen we ook de complimenten van onze tegenstander. Omdat we gewoon ja, een maatje te groot waren voor hun. Alleen dat hebben we niet helemaal uitgedrukt in doelpunten. Ik moet je ook nog even doorgeven de complimenten van Hans van Arem, de trainer van STVB 1. Die spreek ik regelmatig bij de Warming Up, die uitzending van de Veluwe FM. En die zei ook, wat een team, wat een elftal. Toen waren jullie ook wel echt in vorm tegen STV Barneveld. Ja, die wedstrijd wonnen we vrij eenvoudig met 5-0. En we stonden na ruim een half uur al met 3-0 voor. En toen liep het echt heel erg goed. Het was ook onze beste wedstrijd, denk ik, tot nu toe dit seizoen. Okay. En zaterdag komt er weer zo een aan. Tegen wie? Tegen WSC. En dat is de nummer laatst. Nou goed, normaal gesproken moet dat kunnen. Alleen dit zijn wedstrijden die je niet mag onderschatten. En we doen nog mee voor de eerste periode. En we moeten 2 keer winnen om, ja, om mee te blijven doen. Benieuwd. We gaan ernaar kijken. Martijn, heel veel succes zaterdag. Dankjewel. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Oké. Okay.